Ik ben heel trots op mijn werk. Het is hartstikke mooi dat je als burger voor Defensie, voor de vrede, veiligheid van de mensen dit werk mag doen. Ik vind het wel bijzonder om daaraan mee te mogen werken. Ik ben Debbie van der Goorstok uit Hoogrijden. Ik werk op vliegbasis Moendrecht op de afdeling zuurstof. En daar kijken wij de LOX converters na en die gaan we repareren voor de F-16. Dat doe ik nu 1 jaar. Dit hele apparaat is de LOX converter. Het staat eigenlijk voor de liquid oxygen. Deze wordt ingebouwen in de F-16, zodat de piloot van de F-16 voldoende zuurstof heeft als hij op hoge hoogtes vliegt. En ze aanvallen moeten uitvoeren, moeten ze wel de kopje er goed bij kunnen houden. En aangezien dat de lucht hoger en ijler wordt, ja, moeten ze voorzien worden van zuurstof. En hier gaat vloeibare zuurstof in. En dan kan de piloot, als hij aan het vliegen is, zelf bepalen hoeveel zuurstof dat hij krijgt. Dat is waar we het voor doen, hè? Het belang van mijn werk is dat het heel secuur gedaan wordt. En dan mag je zeker geen fouten maken, omdat het van levensbelang is voor de F-16 vlieger. Ik ben eigenlijk via een uitzendbureau naar binnen gekomen. Ben ik begonnen bij de opslag en distributie. Daar heb ik verschillende takken van sport heb ik daar doorlopen. En blijven hangen, vaste baan. En uiteindelijk bij de afdeling zuurstof terechtgekomen. Ik vind mijn werk heel erg boeiend, omdat het niet alleen op één plaats is. Het is altijd leuk om ergens anders een kijkje in de keuken te kunnen gaan nemen. Dus je eigen werkplek, ja. Het is altijd wel leuker om even ergens anders wat rondkijken. De toekomst voor mij binnen Defensie laat ik gewoon nog even open. Zolang de F-16 in de lucht blijft, heb ik voorlopig nog werk. En daarna zien we weer wel. Het zal vast wel iets dat bij Defensie zijn.